Dit schatje moest ik tekenen. En omdat ik auto's tekenen best wel lastig vind, deed ik het juist in één keer met fineliner, dus zonder voorschetsen. Dat is namelijk een super goede manier om perfectionisme tegen te gaan. Je moet de rommelige lijnen en de dubbele lijnen wel accepteren. En uiteindelijk komt er dan best wel iets leuks op papier. Kleurtje erbij, een paar laatste details en niemand die nog op de rommelige lijntjes let.